Een topstuk uit de verzamelingen van de Poolse Nationale Bibliotheek in Warschau is enig in zijn soort en verschaft ons inzicht in de geschiedenis van het Renaissance-banket en in de geschiedenis van Brussel. Het draagt de naam Album van Brussel en het beschrijft aan de hand van tekeningen met commentaar het huwelijk van Alexander Farnese en Maria van Portugal in 1565. De beelden die volgen komen uit dit album en laten ons toe een reis in de tijd te maken in de prinselijke stad uit de tweede helft van de 16e eeuw. Op 11 november 1565 viert Brussel feest. Prinses Maria van Portugal doet er haar intrede om te huwen met Alexander Farnese, de zoon van Margaretha van Oostenrijk, doorgaans van Parma genoemd en landvoogdes over de Nederlanden, en van Ottavio Farnese, hertog van Parma. De hoogste adel en de vertegenwoordigers van de vier grote steden van het hertogdom Brabant zijn buiten de stad gegaan om Maria tegemoet te komen. Ze wordt gebracht in een prachtige karos die ontworpen is en bestuurd wordt door Francesco de Marchi, die ook de kroniek van deze weelderige feesten zal schrijven. Prinses Maria wordt voorgesteld aan haar toekomstige schoonmoeder Margaretha in de grote zaal van het paleis van Brussel, waarvan de overblijfselen zich hier achter deze muur bevinden. Het is Margaretha die iedereen uitgenodigd heeft in haar Brusselse residentie. Maria komt uit Lissabon, haar toekomstige schoonvader Ottavio uit Parma en haar toekomstige echtgenoot Alexander uit Madrid. Die laatste is daar opgevoed, gegijzeld door zijn oom koning Philips II, die zijn ouders wantrouwt. Bij de Portugese, Italiaanse en Spaanse delegaties voegt zich ook nog de adellijke elite uit de Bourgondische Nederlanden. Die edelen zijn gefrustreerd door hun verlies aan invloed en misnoegd over het strenge godsdienstbeleid van de koning. Zij maken gebruik van de feestelijkheden om overleg te plegen. Het is dus niet verbazend dat zij in april 1566, 5 maanden later, het conflict ontketenen dat zal eindigen in 1648 met de scheiding tussen de katholieke en de protestantse Nederlanden. Het huwelijk wordt voltrokken in de nieuwe kapel die keizer Karel heeft doen toevoegen aan het paleis. De enige ambitie van deze kapel is meer indruk te maken dan de Sainte-Chapelle in Parijs. Het prachtig hoofdaltaar van de kapel kan vandaag bewonderd worden in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. De onderhandelingen die voorafgingen aan het huwelijk van Alexander werden sterk bemoeilijkt door zijn voorgeslacht. Zijn moeder is een bastaard van keizer Karel. Zijn grootvader aan vaderszijde is een bastaard van paus Paulus III. Kardinaal Granvelle heeft geprobeerd hem aan een dochter van de Habsburgers uit Wenen te koppelen, maar is daar niet in geslaagd. Uiteindelijk is het de graaf van Egmond die Alexander gaat halen in Madrid en de graaf van Mansfeld Maria in Lissabon. De toenemende spanningen tussen de nieuwe ambtsadel, de kardinaal, en de oude zwaardadel, de graven, vinden zo hun weg in de aanloop naar dit huwelijk. Op de trouwdag zelf, in de avond, wordt een eerste banket georganiseerd in de grote galerij van het paleis. Deze galerij is een waardig concurrent van die van de Franse koning in Fontainebleau en van de Engelse koning in Hampton Court. De genodigden zijn niet van de minste. Uiteraard de echte lieden, de landvoogdes en haar gemaal. Verder de prins en de prinses van Oranje, de ambassadeur van de Spaanse koning Diego Guzmán de Silva, de belangrijkste graven en gravinnen die in Brussel aanwezig zijn en hun oudste kinderen. Het bal dat op het banket volgt duurt zo lang dat de gehuwden zich daarna elk in hun eigen kamer terugtrekken om te slapen. Het vervolg stellen ze uit tot de volgende dag. De feestelijkheden duren van november 1565 tot januari 1566. Op het ene banket, bal of toernooi volgt weer een ander, nooit hetzelfde. 18 november is de dag van het hoofdbanket. 110 koks hebben 15 dagen gewerkt aan de voorbereiding. Er zijn zoveel genodigden dat ze verdeeld moeten worden over de verschillende zalen van het paleis.
De grote zaal wordt voorbehouden aan de belangrijkste personaliteiten. De Brusselaars hebben haar destijds op hun eigen kosten gebouwd om de hertog van Bourgondië te overtuigen bij hen verblijf te houden. Links op de tekening staat een prachtig buffet-dressoir, zo typisch voor de Renaissance-banketten. Het is versierd met de wapens van Alexander, Farnese, Oostenrijk en Bourgondië. Helaas tonen de tekeningen niet de prachtige tapijtenreeks die de zaal versierde en die het verhaal van Gideon vertelde. Het epos van dat Bijbels personage was in de plaats gezet van dat van Jason, een held uit de Griekse mythologie, als stichtingsverhaal voor de orde van het Gulden Vlies. Na het groot banket worden de banken en de tafels op schragen verwijderd om plaats te maken voor het bal. De dansen zijn Paduaans, Duits of Frans. De muzikanten links op de tekening zijn Italianen. Onder het baldakijn overschouwen de bruid en haar schoonmoeder het spektakel in het gezelschap van Anna van Saxen, prinses van Oranje, en van Sabina van Beieren, gravin van Egmond. Binnen 2 jaar zullen de echtgenoten van Anna en Sabina zeer verschillend reageren op de verscherping van het koninklijk beleid. Willem van Oranje zal de stad verlaten hebben om de revolte te organiseren voor de aankomst van de hertog van Alva, de beste luitenant van de koning. Lamoraal van Egmond zal er blijven en zal gearresteerd, vervolgd en terechtgesteld worden samen met zijn vriend de graaf van Horne. Daarna zal Willem zich bekeren tot het Calvinisme en Willem de Zwijger worden. Het bal wordt gevolgd door een gevecht te voet, eveneens in de grote zaal. Dit steekspel heet Van de Amazones, de wilde mannen en de leeuwen, omdat de deelnemers zo verkleed zijn. De 3 groepen worden geleid door de prins van Oranje, Alexander Farnese en de graaf van Egmond. Alles is in scène gezet. Als bij toeval wint de bruidegom de strijd. Dan volgen opnieuw dansen tot in het holst van de nacht. Op 4 december verplaatsen de feestelijkheden zich naar de Grote Markt. De tekening toont 2 praalwagens die een toernooi voorafgaan. Zij stellen Venus voor en de zon en de maan. De thema's worden ontleend aan de mythologie, de astronomie, de alchemie en de filosofie. De landvoogdes en haar schoondochter bekijken het spektakel vanuit de kamer boven het torenportaal van het stadhuis. Hun gevolg bezet de balkons. De 3 paarden die de Venuswagen trekken, dragen symbolische kleuren. Wit voor lucht en water, zwart voor de aarde en rood voor de liefde. De organisatoren van het toernooi zijn graaf Peter Ernst van Mansveld en zijn zoon Karel, graaf Lodewijk van Nassau en de heer van Stambrugge, Joris de Ligne. 33 ridders nemen deel. Er worden prijzen uitgereikt aan de graaf van Boussu, aan Lodewijk van Nassau, aan de zoon van Mansveld en aan Joris de Ligne en Philips de Lannoy. Brederode, de schoonbroer van Peter Ernst van Mansveld, zal weldra de eerste leider van de strijd tegen koning Philips II worden. Zelf sympathiseert Mansveld eerst met de contestatie, maar daarna zal hij een van de trouwste dienaars van de koninklijke macht worden. Binnen 20 jaar zal hij met Alexander Farnese deelnemen aan de herovering van de zuidelijke Nederlanden. Na diens overlijden in 1592 zal hij hem opvolgen als landvoogd. Het stedennetwerk in de Bourgondische Nederlanden is het belangrijkste in Europa na dat in Italië. Men kan deze gewesten niet besturen zonder een evenwichtige verhouding met de elites uit de grote steden. Het is dus normaal dat het hof afdaalt van de heuvels naar de Grote Markt om er een stoet en een toernooi bij te wonen, gevolgd door een banket aangeboden door de stadsmagistraat. Het prachtig buffet-dressoir rechts op de tekening is zeer vergelijkbaar met dat in de grote zaal van het paleis tijdens het hoofdbanket.